Henna-tatoeages kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Daarom adviseren dermatologen van Rijnstaten mensen geen henna-tatoeage te laten aanbrengen. Wij spraken met dermatoloog Dr. Stenveld hierover. Er loopt nu een waarschuwing rond voor henna-tatoeages. Kunt u uitleggen wat de consequenties zijn? Het probleem van henna-tatoeages is dat de meeste henna niet pure henna is. Die henna-tatoeages die zijn, als ze pure henna zouden zijn, rood. En dat vinden we niet mooi. We willen een zwarte tatoeage, want die lijkt meer op een echte. Daarom wordt er aan die rode henna-stof een kleurstof toegevoegd. En dat is nogal eens haarverf. PPD heet dat, parafenyleendiamine. En dat zit er in zulke hoge concentraties in, dat je daar allergisch voor kunt worden. Die kans is groot. En als je die allergie hebt opgebouwd, heb je automatisch ook een allergie voor haarverven. Tenminste, de meeste haarverven bevatten die PPD. Dus dan kan je je haren niet meer verven of niet meer goed werken met haarverf als je bijvoorbeeld kapper bent. Dus door een henna tatoeage te nemen, dan ontwikkel je een allergische reactie? Die kans is groot dat je een allergische reactie ontwikkelt door het nemen van een henna tatoeage. En die kans is zo groot, met zoveel gevolgen, dat we adviseren om het gewoon helemaal niet te doen. Want hoe reageert je huid daarop dan? Als je allergisch wordt voor die tatoeage, merk je dat doordat de plaats waar die opgeschilderd is gaat jeuken. Hij kan een beetje rood worden. Als je heel heftig reageert, kan je zelfs blaren ervan krijgen. En dan kan het ook pijnlijk zijn. Maar meestal is het vooral jeuk en een wat eczeemachtige reactie. En blijft het dan ook? Is het dan een blijvende allergische reactie? Als je eenmaal een allergie hebt opgebouwd daarvoor, op die manier, dan blijf je allergisch voor die kleurstof de rest van je leven. Dat is dus erg vervelend. En hoeveel patiënten hebben zich al laten behandelen daarvoor? Dat weten we niet, want de meeste mensen gaan naar de huisarts. Een grote groep mensen gaat niet eens naar de huisarts, want die wachten tot het overgaat en denken, ik doe het nooit weer. Wat wij zien en waar we de meeste problemen van zien, dat zijn de kapsters die komen. Die krijgen een handeczeem bij hun werk en dat blijkt dat ze allergisch zijn al op jonge leeftijd voor haarverf. En 40% van die kapsters, dus bijna de helft, heeft op jonge leeftijd een henna-tatoeage laten zetten en daar toen ook wat jeuk van gehad. Want hoe verloopt zo'n geneesprocedure? Als je helemaal niks doet, dan dooft het ook vanzelf wel uit. Dat kan lang duren. Zolang die henna erop zit, blijf je reageren. Maar ontwikkel je een beetje aan het eind dat die al een beetje aan het verslijten was, dan gaat het uiteindelijk vanzelf over. Maar als je pech hebt, ontkleurt de huid door de heftige eczeemreactie. Of je krijgt zelfs een sterkere verkleuring. En heel soms krijgen mensen verdikt littekenweefsel op die plaats. En dan hou je dus een blijvend resultaat over van iets wat een tijdelijke tatoeage had moeten zijn. En hoe willen jullie dat gaan aanpakken om mensen zo min mogelijk een henna-tatoeage te laten nemen? Ik denk dat mensen goed moeten weten welk risico ze lopen. Dat is ook de reden dat wij hier als maatschap dermatoloog hebben gevonden om het in de krant te zetten. Dat mensen hun kinderen niet laten tatoeëren op die manier en dat ze ook het bij zichzelf niet doen. Je moet er gewoon niet aan beginnen. Dat is de enige manier om het te voorkomen.